De tuin van mevrouw Jeannette de Boer wordt aangeharkt door soapacteur Ferry Doedens. De ster uit Goede Tijden Slechte Tijden doet dat om de eerste verjaardag van de thuiswoonservice te vieren. De thuiswoonservice koppelt mensen die hulp kunnen gebruiken aan mensen die dat kunnen bieden. Naast mijn werkzaamheden vind ik het ook fijn dat ik iemand anders kan helpen, die het niet altijd even makkelijk heeft eigenlijk. En dat vind ik eigenlijk heel erg goed en leuk. Je komt er zo ook nog in contact met mensen en je doet gezellig een bak koffie. Gaan we nog koffie zetten? Ja. Dus ik kan thuis op de bank gaan zitten bijvoorbeeld, maar ik kan ook gewoon iets doen voor een ander. Ik heb last van reuma. Ja, daardoor kan je gewoon een heleboel dingen niet meer. Wat Ferry net deed, het gras vegen met een bezem, die kan ik niet vasthouden. Ondanks het feit dat iemand je komt helpen, blijf je toch zelfstandiger. Dat is fantastisch. De thuiswoonservice is een jaar geleden opgericht om hulpvrager en hulpbieder bij elkaar te brengen. De initiatiefnemer speelt hiermee in op de veranderingen in de zorg. Het wordt steeds belangrijker omdat we met z'n allen vergrijzen. En dat is natuurlijk supergoed nieuws dat we met z'n allen ouder worden. Maar we willen ook zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven. En door wie wordt dit ingevuld? Door vrijwilligers, maar ook zeker door heel veel burgers die in Nederland al heel lang langs de kant staan. Want het is niet alleen dat je wat goeds doet voor je medemens, maar de stichting biedt je ook scholing aan. En dat kan zijn op het gebied van zorg, maar dat kan ook zijn in het schilderen, in klussen, in tuin. En dan word je na die scholing bemiddeld naar een vaste baan. Het platform krijgt in Nederland veel steun van sociale organisaties. Voor mensen die op dit moment gewild of ongewild niet in het arbeidsproces deelnemen, is dit ook een prachtige kans om kennis te maken met hoe werkt het in de zorg, wat betekent het om voor anderen te werken en het goede gevoel van de hulpverlening. Mensen die willen graag thuis blijven wonen, dat kan niet allemaal met formele hulp bewerkstelligd worden, maar met de inzet van thuiswoonservice kunnen we het informele netwerk vergroten en op die manier het doel van die mensen, langer thuis blijven wonen, bewerkstelligen. Vanaf 1 januari breidt de service uit. Er wordt dan ook revalidatiehulp geboden. En Jeanette, als ik klaar ben, wil je dat ik dan nog wat meer ga doen? Nou, als je hier het plankier ook nog een stukje zou willen doen. Ja, ik doe het. Helemaal goed.